Beste mensen, goedenavond. Welkom bij de derde Alptalk. Ik hoop dat jullie met het filmpje wat je net zag geïnspireerd bent en om je weer helemaal in te gaan zetten voor Alp du Zes. Prachtige beelden. Ik ben Dick Zinnige, ik ben chef de mission en ik ben eventjes de inleider voor de workshops van vanavond. Het is de derde keer dat we de Alptalk doen. Van de vorige keren zijn de opnames gemaakt en als je naar de website gaat van Alp du Zes, dan kun je de afleveringen die de vorige keren gedaan zijn, kun je terugvinden op de homepage van de website. Even aanklikken en je komt zo bij de verschillende Alp Talks terecht en kun je terugzien wat we eerder hebben uitgezonden. Vanavond doen we twee workshops. De eerste workshop gaat over storytelling. En is eigenlijk het verhaal hoe dat je je eigen verhaal onderdeel kan maken, bijvoorbeeld van donatiewerving. Daar beginnen we zo mee. En nadat die workshop geweest is, dan gaat de workshop Lopers. Het team Lopers gaat daar aan de slag. En gaan afgelopen jaar ongeveer 1800 mensen ingeschreven als runner of loper. En dat is dus ongeveer 1/3 van de deelnemers. En het is om die reden ook heel goed dat we in deze serie een workshop hebben voor de lopers. Om zich goed voor te bereiden en te weten waar ze straks mee te maken krijgen. Ik wens jullie veel plezier met deze twee workshops. En ik geef heel graag het woord aan Gosse. Succes. Dick, dankjewel. Ik ga even kijken. Is mijn scherm zo te zien? Ja, is mijn scherm zo te zien? Dan wil ik hiermee beginnen. Dick, dankjewel voor de inleiding. Storytelling. Je nam terecht het woord workshop in de mond. Een workshop impliceert van dat je samen aan het werk gaat. Dit is wel een experiment. Normaliter sta ik hiermee voor een groep en zoek ik ook het gesprek met elkaar. Probeer ik ook van jullie te horen en te luisteren wat er in de groep leeft. De omstandigheden zoals die vandaag de dag zijn, laten dat niet toe. Dus dit is een experiment, maar ik ga het experiment heel graag met jullie aan. En ik ben blij dat jullie hier in deze, toch bij mij in deze workshop zitten. Ik zal me heel kort voorstellen wie ik ben. Mijn naam is Gosse Smit. Mijn bijdrage aan Alp du Zes is vrijwilliger. Mijn rol als vrijwilliger is motaar. Ik vind dat zelf een hele mooie rol. En er zit altijd iemand bij mij achterop en dat is een fotograaf. En mijn taak is om die de hele tijd gewoon rond te rijden. Daar waar zij moet zijn. En dat doe ik de hele week. Mijn taak is heel simpel, maar ik doe het met heel veel plezier. Naar de workshop. Waarom storytelling? En wat ik eigenlijk met jullie hier zou willen doornemen, of met jullie een inkijkje geven, is iets wat we eigenlijk allemaal wel voelen en kennen. Het gaat eigenlijk om van, vind je het lastig om iemand om een donatie te vragen? En hoe vergroot je de kans op een ja op je vraag? En hoe neem je iemand mee in wat je wilt? En we kennen allemaal wel dat onderbuikgevoel van, en zeker nu met de corona, is dat eigenlijk wel gepast? Zou ik wel mogen vragen? Kan dat wel? Hoe zit corona? Of het vragen voor donatiewerking versus kanker, hoe zit dat?
Dus daar wil ik een stukje op ingaan. En ik wil je eigenlijk ook uitdagen om na te denken, om te formuleren waarom jij tot het uiterste gaat voor Alpe d'Huez. En ik weet, iedereen die hier nu hier naar deze webinar zit te luisteren, naar deze workshop zit te luisteren, dat jullie je keuze hebben gemaakt om hier te zijn. En dat betekent dat je iets hebt met Alpe d'Huez. Dat je iets wilt doen. En ik wil je gaan uitdagen om na te gaan, om te verwoorden van wat is dat? En ik wil aan het eind komen naar wat naar mijn idee je sterkste wapen is om mensen te beïnvloeden. En dat is je persoonlijke verhaal. En aan het einde heb ik ook nog een paar tips voor storytelling. En die wil ik ook graag met je delen. Dus dit is eigenlijk de opzet van de workshop. Ik ga nu in op meer van waarom ik meedoe hier aan Alpe d'Huez. En dat heeft te maken met mijn vader. Mijn vader is helaas veel te vroeg overleden. Ik ben geboren op een melkveehouderijbedrijf. Hier zie je ook staan, trots in het veld. Een hond, een koeiendrijver. En om te kijken, illustratief, de band die we hadden. Hier staan we tussen de koeien om te kijken van wie is droog, wie moet naar de stal, enzovoort, enzovoort. Je ziet dat dat een sterke man is. Ik heb die man als gevolg van kanker zien verworden tot iemand die heel kwetsbaar en fragiel werd. En hij had uitgezaaide botkanker en heeft heel veel pijn gehad. Kanker kan gepaard gaan met heel veel pijn. En toen heeft hij op een gegeven moment tegen mij gezegd, en dat zal ik nooit meer vergeten. Hij zei van, qua medische ontwikkeling, qua techniek, we kunnen heel veel, we kunnen zelfs mensen op de maan zetten. Maar als het gaat om pijnbestrijding, dan hebben we nog steeds de middelen van vlak na de oorlog. En dat heeft iets bij mij van een soort van waarom, ja, ik wil daar iets aan veranderen. Onderzoek is nodig om te voorkomen, om te kijken wat we kunnen doen, om toch een menswaardig bestaan te hebben als je zo'n proces door moet gaan. Dus dat is mijn, ja, waarom ik hier aan meedoe. Sponsorwerving. Waarom lastig? Nou, misschien kennen jullie deze wel. Ik vind het lastig om mensen om geld te vragen. Er is een drempel. Je hebt over een drempel heen te gaan. Er zit ook iets van schroom in. Van ja, hoe reageren ze daarom? En ik denk dat iedereen hieraan kan relateren. Een andere, en zeker omdat we dit jaar niet naar de Alp zijn gegaan. Is iets van mijn familie en vrienden. Ik heb ze eigenlijk al om geld gevraagd. En ik wil ook niet als een zeur overkomen. Wat denken ze van mij? Misschien gaan ze wel irritant vinden. Daar ben ik weer met die collectebus. Zou ik dat dan wel moeten doen? Ook eentje die nog wel eens tegenkomt. Van iedereen heeft het al zo moeilijk met corona. Sommigen die ik ook wel eens hoor is van, ja, ik heb geen interessant verhaal. Ik heb zelf geen kanker, dus kan ik, bijvoorbeeld, van kan ik dan wel geld ophalen? Nou ja, zo zijn er nog wel legio meer. En misschien is er ook wel eentje die waarvan je zegt van, nou, ja, wat nou als ze nee zeggen? Dus als ik wat vraag en ze zeggen nee, wat dan? Dat kan voelen als een soort van een afwijzing. Hoe kun je daar nou mee omgaan? Nou, dat heeft ook een stukje te maken met hoe je je verhaal opbouwt. En nu ga ik iets doen wat vol met risico zit. Dus ik ben benieuwd. Maar wat ik jullie wil zien is, en dat komt er eigenlijk prachtig uit naar voren, is een verhaal, of is een stukje uit een filmpje van Herman Finkers. Waarin hij je eigenlijk even meeneemt met van hoe je een soort grap kunt opbouwen. Want ook humor heeft iets van, je wilt een snaar raken. Er is niks zo voor een cabaretier, niks zo lastig als een grap die niet valt. Dus hoe doe je dat nou, hoe die valt? Dus dat wil ik met jullie delen. Hij noemt er wel op een gegeven moment de opbouw van ellende. Ik vraag je om daar even doorheen te kijken. Maar kijk naar het filmpje en hou in je achterhoofd van, hey, wat zit hierin, wat ik zou kunnen gebruiken
voor het opbouwen van mijn persoonlijk verhaal. Eigenlijk wat hij nu gedaan heeft, is alleen maar een aantal feiten opnoemen. En je zult ook merken dat de zaal daar eigenlijk niet op reageert. Ik begrijp dat het geluid in het begin niet te horen is geweest. Ik hoop dat het aan het eind wel. Uiteindelijk bij de derde keer merkte je van hij raakt de snaar. Dat is humor. Dat is belangrijk. En zo is het ook met je verhaal. Eigenlijk wil delen is. Daar bij iemand te raken. En als je de literatuur erop naslaat, maar ook zelfs maakt niet uit welk blad je daarvoor gebruikt. Maar met feiten. Met emoties overtuig je sneller dan met feiten. Dus dat betekent ook als je in je verhaal. Je persoonlijk verhaal maakt dat je daar de balans zoekt tussen zeg maar, feit en tussen emotie. En daar zit een op. Dat wil niet zeggen dat je, bij wijze van spreken, huilend voor iemand moet staan en ook door emoties om te kijken of je gesponsord kunt worden. Dat is niet mijn intentie. Andere kant is ook, van als je alleen bij feiten blijft, dat je dan wel heel, heel nuchter blijft en heel in je hoofd. Dus daar zit ergens een optimum. En het leuke is dat hij op een gegeven moment eentje heeft van, nou, daar raak je de snaar. Iemand die ook eigenlijk mooi heeft uitgelegd is Simon Sinek. Dat is een gekend auteur, motivational speaker vanuit het bedrijfsleven. En die heeft daar eigenlijk wel een simpel begrip voor waar je ook in je persoonlijk verhaal naar mijn je voordeel mee kunt doen. Dit vindt toepassing in het voor je laten werken. En wat hij eigenlijk zegt is, als je begint uit te leggen wat je wilt, of als je van iemand wat wil, maar de waarom willen, die blijft eigenlijk achter. Terwijl dat het sterkste punt is wat je hebt. Dus
Zou je me willen sponsoren voor Alpe d'Huez? Dat is de wat. En hoe? Ik ga de uitdaging aan om 6 keer de berg op te fietsen. En om daarmee, daar wil ik dus het geld ophalen voor het KWF. Dat klinkt heel erg in het wat en het hoe. Hoe je het ook kunt doen en waarmee je de kans er vergroot om iemand te raken, is in mijn geval, dat ik zeg van ja, de frustratie van mijn vader dat hij geen afdoende pijnstilling kon krijgen, dat heeft mij enorm gefrustreerd. Ik wil daar wat aan doen. Dat is je waarom. Hoe dan? Ja, daarvoor ga ik naar de berg en die wil ik 6 keer opfietsen. En ik wil daarvoor geld ophalen voor het KWF, voor onderzoek, om op een goede, betere manier met kanker om te gaan. En wat nee. Ja. Dus van probeer van je eigenlijk vanuit je waarom te verwoorden naar hoe wat je wilt en wat je wilt. En de kans om dan iemand te raken is vele malen groter dan wanneer je blijft in je feiten. Ik realiseer me dat dit nogal over kan komen van ja, oh, maar hoe maak ik daar nou chocola van? Nou, dat is iets wat ik je aanraad om dat te oefenen. Dit is niet wat je in één keer helemaal klaar hoeft te hebben. Dit is ook niet iets wat in één keer staat en dat voor altijd blijft. En je kunt het ook aanpassen naar de situatie. Het hangt dus vanaf. Soms heb je een kwartier tijd en dan kun je prima je verhaal doen. Ja, dat is hartstikke mooi. Maar soms kan dat ook niet. En daar is het fenomeen elevator pitch is voor bedoeld. Of het begrip is daarvoor. En waar komt het vandaan? Nou, het is een Amerikaans bedrijf. Of een Amerikaans begrip. En Amerikaanse bedrijven die zijn vrij hoog, hebben een lift. En dan kan het zijn dat je soms iemand, een collega of je baas tegenkomt. En dan heb je 2 minuten, 3 minuten tijd om je boodschap over te brengen. En daar komt ook het woord van elevator pitch vandaan. Soms heb je maar 3 minuten. Dus dan moet je ook zorgen dat je verhaal juist, kort en bondig en to the point is. Beperk je dus tot essentie en zorg dat je ja, de luisteraar triggert. Zo kom je dat ook tegen. En dat kost soms even tijd en dat vind je daar ook in omschreven. Het loont zeker de moeite om daar even tijd in te steken in je persoonlijke elevator pitch. En dat is ook dit is iets dat als je hem op een gegeven moment hebt, wil niet zeggen dat die altijd hetzelfde is. Die kan ook weer ontwikkelen na verloop van tijd als je een andere situatie hebt. Of soms dat je er andere kijk op hebt. Dus dat kan zeker veranderen. Oefen je persoonlijk verhaal. Hoe zou je dat kunnen doen? Als ik de workshop geef, dan maak ik daar tijd voor. En dan deel ik de groep op in groepjes van 3. En dan heb je een kwartier tijd om, vertel nou eens tegen elkaar in 5 minuten je persoonlijk verhaal. Waarom ben je hier? Dus nu eigenlijk van waarom luister je nu naar deze webinar? En dat kun je doen met mensen die misschien dichtbij je staan. Of misschien kun je dat doen met teamleden. Maar ik raad je aan om dat te doen en sterker nog, soms kom je tot hartstikke interessante gesprekken met iemand die op voorhand waar je het helemaal niet had verwacht. Dus oefen dat. En dan kom ik eigenlijk al een stukje richting mijn afronding voor storytelling. Hier staan een aantal tips en ik verwacht of ik denk dat die straks ook in de comments te zien zullen zijn. Maar enkele tips om omgaan met je persoonlijk verhaal is. Maak
En dit is geschreven van het begin van het seizoen, maar als je hem nog niet hebt, of, maar kijk in elk geval eens een keer naar je actiepagina. Heb je daar eigenlijk je waarom geformuleerd? Misschien heb je hem al een tijdje geschreven. Hou hem nog eens tegen het licht. Van, is dat nog steeds actueel? En schrijf daarin op waarom doe je mee aan Alpe d'Huez. Andere is van oefen het vertellen van jouw persoonlijke verhaal. Oefen dat een paar keer. Begin waarom je zo graag naar Frankrijk wilt gaan. En realiseer dat terdege. Er is voor een persoonlijk verhaal, er is geen goed of fout. Elk verhaal mag er zijn. Ook jouw verhaal mag er zijn. Gaat het om sponsorwerving? Durf te vragen. Wees niet bang voor de nee. De nee, het krijgen van de nee, dat kan voelen als een persoonlijke afwijzing. En dat gevoel, ik herken dat ook. Maar dat verwar het niet met een persoonlijke afwijzing. En durf ook eens een keer een grens aan te gaan. Hou jezelf voor van je vraagt het niet voor jezelf. Je vraagt het voor een ander. Dus als je op een gegeven moment egoïstisch bent. Je bent niet egoïstisch voor jezelf, maar je bent egoïstisch voor die ander. En ik heb ooit van iemand gehoord van gepast brutaal zijn voor Alpe d'Huez, dat mag. En ja, ik weet niet hoe dik ik daar een streep onder moet zetten. Gepast brutaal zijn voor Alpe d'Huez, dat mag. Je zult ook zeker een aantal keren nee krijgen als antwoord. Wat ik zei, verwar dit niet met een persoonlijke afwijzing. Sterker nog, als je nooit een nee krijgt, vraag jezelf dan eens af van, vraag ik dan eigenlijk wel voldoende? Een nee geeft ook een beetje aan van, nou, waar zit dat zowat? Dus een nee, zie dat niet als een persoonlijke afwijzing. En ja, het hoort erbij. En het is prima. Geen probleem. Deze ook van, als je maak voor sponsoring via e-mail of sociale kanalen. Wat je daar zet, maak het daar zo persoonlijk mogelijk. Wat ik daarmee bedoel, is net zoals ik bij die cirkel van Sinek. Beperk je niet tot het wat en het hoe, maar verwoord daar ook je waarom. Want dat is de kans, de grotere kans dat je een connectie krijgt. Bij een 1-op-1 vraag krijg je dan vrijwel altijd antwoord. Het lijkt heel het sturen van de mailtjes of een oproep doen op Facebook of welk social media dan ook. Als je dat persoonlijk maakt en een beetje slim verpakt. Soms zou je te kijken wat dat voor je kan doen. Zorg voor consistentie in je verhaal en in wat je vraagt. Leer ook van je reacties. En dat is wat ik bedoel van in de loop der tijd verandert je verhaal. Zeker de feedback die je krijgt helpt je om je verhaal aan te scherpen. En de laatste, en dat is niet de onbelangrijkste. Sta toe dat anderen jou willen helpen. Je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Je staat er niet altijd bij stil, maar als andere mensen jou helpen, dat voelt voor de andere mensen voelt dat ook heel goed, want ze doen iets om jou te ondersteunen. Sta daartoe, ontvang het, zeg dankjewel en we zijn met z'n allen bij Alpe d'Huez zijn we daar mee gebaat. Dit is, dan kom ik richting de afronding van de workshop Storytelling. Heb je nog vragen? Stel ze gerust in de chat. En anderszins, gebruik eigenlijk de boodschap. Denk na om je waarom. Probeer die te verwoorden in je persoonlijk verhaal. En ja, ik wil eigenlijk aan iedereen weer een oproep doen van kijk wat je kunt doen om toch weer aan sponsorwerving, om wat geld binnen te halen. Elke euro telt. Ik wil misschien even afsluiten met een voorbeeld heel dichtbij. Iemand die bij ons in de straat die de diagnose heeft gekregen, kanker ook niet meer beter kan worden. Janemiek en ik kwamen hem tegen op straat. Je probeert die 1,5 meter aan te houden en hij zegt van joh. 1,5 meter, ik ga toch niet meer dood aan corona. Dat geeft aan dat ondanks dat corona op dit moment er is, relevant is, kanker wacht niet op corona. Dankjewel. Ja, dankjewel Gosse. Ik zag een vraag binnenkomen van iemand die vroeg hoe het is, hoe je kan onderscheiden, want er zijn natuurlijk meer goede doelen, dus hoe krijg je nou
al die zes ook op de voorgrond ten opzichte van de andere? Ja, een goede vraag. Er zijn veel goede doelen en wat we kenmerken is, is dat het ook die doelen ook goed zijn. Daar is niks mis mee. Uiteindelijk denk ik komt het neer op de keuze op jou waarom. Waarom je voor Alpe d'Huez kiest. En dan kom je toch bij je persoonlijke motivaties. Waarschijnlijk heb jij iets met Alpe d'Huez of heb jij iets waarvan je zegt van ik wil wat veranderen en daarvoor moet ik geld ophalen. En ja, ik zou het zoeken bij waarom jou, wat jouw connectie is met Alpe d'Huez. Oké, Gosse. En ik kreeg nog een andere vraag binnen. Die is, hoe kan ik bijvoorbeeld ook mijn verhaal op social kwijt? Waar kan ik mijn verhaal kwijt? Ja, de social media waar je zelf bent, waar je zelf iets mee hebt. Bedoel, Facebook ligt voor de hand, maar LinkedIn, maar goed, ik ben van een bepaalde generatie. Ik ben niet zozeer van TikTok of van Instagram, maar ook daar zullen vast wel mogelijkheden zijn om aandacht te vragen voor wat je wilt gaan doen. Volgens mij is dat het. Zijn er nog meer vragen, Kees? Nee, er zijn op dit moment verder geen vragen meer. Dan denk ik dat ik het woord wil doorgeven aan Jean-Jacques over de hardlopers. Wat Dick ook al aangaf, dat er bijna een derde deel van deelnemers hardlopers zijn. Dus Jean-Jacques, als jij het scherm zou willen overnemen. Kun je niet horen, Jean-Jacques? Daar zijn we. Welkom op de workshop voor de lopers van de Alpe d'Huez. We gaan jullie vanavond meenemen om te helpen hoe jullie je het beste kunnen voorbereiden op de beklimming van de Alp lopend. Dus we gaan nu de afgelopen jaren, of eigenlijk voor de... Ik zal eens even voorstellen wie ik ben en wie de coördinatie van de lopers zijn. Mijn naam is Jean-Jacques van Giels. En ik doe het samen met Geert Welte. En wij doen al jaren mee met de Alp. En wij proberen alle lopers te begeleiden de Alp op. De lopers. Wie zijn alle lopers? Nou, alle lopers zijn eigenlijk alle niet-fietsers. En er werd net al een aantal genoemd van 1800. Dat klopt. Dat zijn het totaal aantal lopers. Dat zijn dus alle wandelaars, alle hardlopers, maar ook alle handbikers. Dus al die mensen bij elkaar is ongeveer 1800 personen. Dat is dus een derde van het aantal deelnemers. Dus de afgelopen jaren is dat heel erg gegroeid. En van die 1800 lopers zijn ongeveer 200 zijn hardlopers. En de handbikers zijn er maar een paar. Meestal een stuk of vijf hooguit. Maar wat doen wij? Wij doen dus alle belangenbehartiging voor de lopers binnen de Alpe d'Huez organisatie. Je kan bij ons met vragen terecht via de e-mail. Wij doen de mailbox beantwoorden. Nou, verder beheren we de Facebook en de LinkedIn groep van de Alpe d'Huez lopers. Nou, we doen op de Alp zelf doen we helpen met de start van de lopers in samenwerking met Team Start. Daar kom ik dadelijk allemaal op terug hoe dat precies in zijn gang gaat.
Verder begeleiden we nog de hardlooptraining tijdens de koersweek. Op de maandag doen we een beklimming samen met de hardlopers. Helaas niet met de wandelaars, omdat die aantal wandelaars is zo groot geworden. Die is zo gegroeid dat het eigenlijk niet meer veilig is om op maandag een beklimming te doen op de Alp zelf. Omdat er dan ook nog gewoon verkeer rijdt in tegenstelling tot de woensdag of de donderdag. Want dan is de berg helemaal afgesloten. Dus dat is dan helaas alleen voor de hardlopers. En verder doen we de begeleiding van de saamhorigheidsklim voor de hardlopers op donderdag. En dat is volgend jaar dat op 3 juni tijdens de Alpe d'Huez. Nou, ik zag net al een paar vragen voorbij komen in de chat. Voor vragen over de lopers, dus vooral voor het wandelen en het hardlopen en ook voor de handbikers, dan kan je terecht op lopers@alpduzes.nl. En er kwam ook al een vraag binnen over de actiepagina's. Daar kan je het beste contact opnemen met deelnemers@alpduzes.nl, want die mensen doen veel meer de algemene informatie. Dus heb je vragen over het wandelen of over het hardlopen op de lopersmail. En heb je andere vragen, dan kan je het beste even deelnemerscoördinatie mailen op deelnemers@alpduzes.nl. Ja, waar kan je allemaal de informatie vinden voor de deelnemers? Natuurlijk op de pagina van opgeversgeenoptie.nl. Daar kan je een heel eind doorklikken en vind je heel veel informatie over hoe je kan voorbereiden. Wat je met je voeding moet doen, wat voor kleding je nodig hebt. Inschrijving, allerlei informatie daar te vinden. Dan hebben we een aparte Facebookgroep voor de Alpe d'Huez lopers. Daar kan je lid van worden en daar wordt heel vaak krijg je daar heel snel antwoord van andere lopers, ervaren lopers die al langer meedoen. Dus die hebben al een hoop ervaring en die kunnen je daarbij helpen. Wij houden dat een beetje in de gaten of de informatie een beetje klopt. En mocht er dingen veranderd zijn, want die mensen hebben afgelopen jaren meegedaan, mochten er tussentijds dingen veranderd zijn, dan passen wij dat netjes aan. Er is nog een LinkedIn groep van de Alpe d'Huez lopers. Daar kan je ook even een kijkje nemen. En in de app van de Alpe d'Huez, dus de algemene Alpe d'Huez app. Daar kan je ook alle informatie vinden. Wat vroeger het koersboekje was, eigenlijk het kleine bijbeltje bijna van de Alpe d'Huez. Dat kan je nu allemaal terugvinden in de app. En dan komen we natuurlijk op de Alpe d'Huez, want dat is de grote uitdaging. Hoe gaan we daar, die moeten we beklimmen. Dus ja, wat gaan we daar tegenkomen? Misschien is het al bekend. 21 bochten van de Alp. We starten onder in het dorp. De eerste beklimming echt vanuit het dorp. Dus vanuit het centrale plein in Boer. En vandaar gaan we richting het startplein. Het startplein voor als je meerdere beklimmingen wil doen. Onderaan de berg. En daarna ga je op het moment dat je de bocht. Op het plaatje zie je in een rooi vlakje zie je start staan. Nou, op het moment dat je daar de bocht om gaat, dan gaat het ook echt omhoog. Dat komt ongeveer overeen met het rode stukje in de grafiek aan de linkerkant. Dus daar gaan we echt stijgen en gaat het ook echt gelijk flink omhoog. Dus je ziet ook dat het steilste gedeelte is eigenlijk het eerste stukje. De eerste bocht heeft nog geen nummer. Maar zolang je bij de eerste bocht aankomt, ben je in bocht 21 en die telt gewoon rustig af naar boven. Dus op het moment dat je bij 1 bent, dan ben je bijna boven. Dus dan ben je heel aan het onderweg. De totale beklimming is ongeveer 14,5 kilometer. Dat is vanaf het startplein onder bij de berg. Vanuit het dorp, dus voor de eerste beklimming. Of voor de zus, mocht je aan de Alpe d'Huez meedoen, is het een kilometertje langer. Dus je begint vanuit het dorp. Heb je een mooie warming-up naar de berg toe. Eén voordeel. Dat is redelijk vlak, dat stuk. Dus het gaat eigenlijk pas klimmen. Op het moment dat je de bocht om bent bij je start. En de stijgingspercentage, de hoogste stijgingspercentage staat hier 10,6. Er zijn de verschillende websites of fietssites het eigenlijk niet over eens. Het enige wat ik je kan vertellen is, op het moment dat je gaat stijgen, dan blijf je ook stijgen.
Er zit geen enkel stukje vlak meer in. En je blijft alsmaar omhoog gaan. Totdat je vlak bij de finish gaat net een heel klein beetje naar beneden. Dus je komt helemaal fris kom je over de finish. Want dat loopt vanzelf als je daar de berg afloopt richting de finish. Dus dat is dan de Alp die we opgaan. Nou, onderweg zijn er nog verschillende punten. Overal is wat te doen. En ja, daar kan je overal zien hoe dat, hoe dat loopt. Nou, dan gaan we verder. Wat algemene informatie voor de Alp. Voor de wandelaars, zowel wandelaars als de hardlopers. Het is absoluut geen snelheid of geen wedstrijd. Dus het gaat er niet om hoe snel je naar boven loopt. Het gaat er niet om hoe langzaam je naar boven loopt, hoeveel beklimmingen dat je doet. Dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Ik zeg altijd, er zijn mensen die 5 keer naar boven lopen of 4 keer naar boven lopen. En andere mensen die lopen maar 1 keer naar boven. Maar die hebben misschien wel de prestatie van degene die 1 keer naar boven loopt. Wie weet wat voor achtergrond die heeft en wat voor verhaal die eigenlijk meeneemt. Dus misschien is die prestatie wel veel groter dan die 4 keer van een goed getrainde loper die hem fluitend naar boven loopt. Dus ja, dat is niet te vergelijken met elkaar. Nou, zorg voor een goede voorbereiding. Nou, dat lijkt me logisch. Ga niet vlak voor de Alp gaan beginnen met lopen. Bouw het gewoon op. Dat je gewrichten en je spieren kunnen wennen aan de inspanning. Zodat je geen blessures krijgt en onderweg minder last hebt. Nou, daar bouw ik trainingen langzaam op. Dat is ook eigenlijk hetzelfde. Je spieren en gewrichten. Ik weet niet of de meeste mensen heel veel lopen. Maar de berg op is toch even wat anders. Daar begin je, wat ik al zei, je begint met stijgen en het blijft ook berg op gaan. Dus je blijft continu stijgen. Je hebt extra spanning op de achterkant van je benen, op je kuiten, op je hamstrings. Dus dat moet je rustig opbouwen. Ja, hoe kan je dat opbouwen? We hebben natuurlijk geen berg hier in Nederland. Maar we hebben wel wat heuvels. Vooral in Limburg wat heuvels. In de Ardennen zijn wat heuvels. Je kan wat krachttraining doen door de duinen te gaan lopen, bruggen of viaducten op en af te lopen. En natuurlijk de loopband, die is gelukkig wel lang genoeg. Daar kan je heel mooi de Alp op simuleren. Dus je kan gewoon per kilometer kan je zeggen van, of per 500 meter van, oh wat is de helling? En die stel ik in op de loopband. Dat is dan natuurlijk niet aan te raden om dat gelijk te gaan doen. Want je moet dat heel rustig opbouwen. Dus rustig opbouwen met een paar procent helling. En dan rustig iedere keer een stukje steiler of een stukje langer lopen op die helling. En zo wennen je spieren en je gewrichten wennen in ieder geval aan dat je onder een hoek loopt. Dus dat je bergop loopt. Nou, wat je nog kan doen is advies vragen aan ervaren alpduzessers. Mensen die al vaker meegedaan hebben, die kunnen je precies vertellen hoe en wat. Wat ze meemaken. En de een die doet er gewoon iets langer over als de ander. En die beleeft het anders als de ander. Maar ze hebben allemaal een mooi verhaal. Ze weten wat je te wachten staat. En je kan er alleen maar inspiratie uit ophalen. Nou, verder zie je nog wat foto's van de finish van afgelopen jaar. En wat opvalt eigenlijk is dat het weer nogal wisselde. En dat zie je ook, er zijn mensen die lekker in het zonnetje lopen. Maar er zijn er ook een paar bij die vol in de mist lopen. Dus dat is een stukje alvast voor de volgende keer. Daar zullen we wat meer ingaan op de kleding. Maar je kan eigenlijk alles verwachten op de Alp tijdens jouw beklimming. Dus zo zie je maar, het kan stralend mooi weer zijn. Maar het kan ook heel erg mistig zijn. Maar het gevoel en de ervaring is bij allebei gewoon fantastisch. Nou, dan een stukje alleen voor de wandelaars. Ja. Wat kan je nou verwachten als wandelaar? Nou, die beklimming was 14,5 kilometer, hebben we al gezegd. Maar die 14,5 kilometer gaat dus allemaal bergop. En het is ongeveer te vergelijken qua zwaarte met
een halve marathon, dus een 20, 21 kilometer. Dus je zal dus ook ongeveer, ja, als wandelaar loop je ongeveer 5 kilometer per uur. Sommige iets sneller, sommige iets langzamer. Dus je zal er ongeveer tussen de 3,5 en 4,5 uur over doen, over een beklimming. Nou, dat is natuurlijk ook afhankelijk hoe vaak dat je stopt onderweg. Als je in iedere bocht, hebben ze van die mooie muurtjes staan. Nou, dan kan je rustig even uitrusten. Kan je even van het moment genieten. Van de andere mensen die druk bezig zijn met de beklimming. Genieten, een praatje maken. Dus ja, doe je dat heel veel, dan doe je er iets langer over. En dan kan je misschien geen 3 beklimmingen doen, maar dan doe je er 2. Nou, daar moet je dus ook naartoe trainen. Als je de beklimming ongeveer 3,5 tot 4,5 uur duurt, ja, zorg dan dat je ook gaat trainen naar 4 uur toe. Ja, en 4 uur in Nederland is 4 keer 5 kilometer per uur ongeveer, is ongeveer 20 kilometer wat je dan als afstand loopt per beklimming. Even ervan uitgaan dat je 1 beklimming doet. Nou, doe je in je voorbereiding werk je naar die 20 kilometer of die 4,5 uur toe. Nou, wil je meer beklimmingen doen, ja, dan zal je dus ook jouw trainingen daarop aan moeten passen. Dus langer trainen, doe 's ochtends een ronde lopen, neem een uurtje rust of 2 uurtjes rust en doe dan aan het eind van de middag nog een keer een ronde. Zo simuleer je een beetje de beklimmingen tijdens de Alp. Nou, wat ik net al zei, het is heerlijk. Vaak zoeken de mensen de rustige plekken op. Dus door het bos of over het strand of over de duinen. Maar gelukkig hebben ze de Alp helemaal geasfalteerd. Dus zorg ook dat je gaat trainen op de Alp. Het heeft net weer een andere demping dan het zand of het bos. Dus ja, daar kan je daar ook. Jouw lichaam moet eraan wennen. Dus ga echt op. Ook op asfalt trainen. Nou, zeker in deze tijd hou met de training ook afstand. Je kan niet in grote groepen gaan trainen. Dus zorg dat je gewoon coronaproof gaat trainen. Samen met z'n tweeën. Maar toch een beetje afstand houden van elkaar. Nou, dan hebben we nog de wandelschoenen. Zorg dat die voldoende ingelopen zijn. Nou, dat spreekt bijna voor zich. Denk niet dat ik ga voor de Alp nog even nieuwe schoenen kopen. Maar zorg echt dat ze lekker ingelopen zijn. En dan een vraag van, ja, wat voor schoenen moet ik aan? Ja, het is heel persoonlijk. Misschien heb je het net gezien, er zijn wat foto's voorbij gekomen van al die lopers. En er zijn mensen die lopen echt op gymschoenen naar boven. En er zijn mensen die lopen op zware, hoge bergschoenen naar boven. Ja, dat is dus een heel persoonlijke afweging van wat je wilt. Ik heb zelf wel het gevoel als je hoge wandelschoenen hebt en die zitten iets te strak in je wreef aangetrokken, omdat je continu die berg oploopt, kan het een beetje gaan knellen op je wreef. Als je dat tegen ervaren wandelaars zegt, die zeggen van flauwekul. Ik loop gewoon fluitend omhoog in die wandelschoenen. Ik heb lekker stevigheid op mijn enkels. Dus ik loop gewoon op mijn hoge, zware wandelschoenen naar boven. Ook prima. Dus dat is echt voor iedereen even een persoonlijke afweging. Wat je wel moet doen, als je echt wandelschoenen gaat aanschaffen, vraag in de winkel. En als de winkels weer open zijn, als je bij een goede outdoorzaak komt, dan kan je ze na een paar weken nog terugbrengen. Als je ze alleen in huis gedragen hebt of op de loopband. En dan kan je zo voelen hoe dat voelt als je bergop loopt. Nou, dan kan je misschien een keer proberen met lage schoenen of met hoge schoenen. En dan, dan kan je kijken wat je het beste bevalt. Nou, dan hebben we nog een klein stukje over de hardlopers. Die groep is, een stuk kleiner als de wandelaars. En eigenlijk geldt voor hun eigenlijk hetzelfde. Die 14,5 kilometer, die gaat bergop. En die is qua belasting of qua zwaarte, is dat ongeveer te vergelijken met een halve marathon. Nou, dat komt ook ongeveer uit met de tijd die je naar boven loopt. En dat is ook weer natuurlijk weer afhankelijk hoe vaak dat je stopt onderweg. Maar als je ongeveer 2 uur op een halve marathon loopt, dan
is dat ongeveer ook de tijd van beklimming van de Alp. Dus ja, echt de belasting, maar ook de tijd is vergelijkbaar met zo'n beklimming. Of met een half marathon. Nou, en wil je vaker de berg oplopen, dan, ja, dan ga je natuurlijk richting de afstand van een hele marathon. En op zich is dat wel goed als je dan in het voorjaar een marathon zou plannen. Mits die natuurlijk doorgaan en zoals de vooruitzichten nu zijn, worden er weinig marathons georganiseerd. Maar ga dan trainen zoals je bijvoorbeeld voor een marathon zou gaan trainen. Dat je in ieder geval wel een 40 kilometer kan hardlopen. Dat geldt voor twee keer de berg op of voor drie keer ook hetzelfde. Nou, dan hebben we, ze hebben mij verteld dat hardlopen een zwaardere belasting is dan fietsen. Ja, het is maar net hoe hard dat je naar boven fietst of hoe hard dat je naar boven loopt. Maar het fietsen heb je versnelling op. En met hardlopen moet je toch zelf blijven lopen en ben je zelf je eigen versnellingsapparaat. Dus ik denk wel dat hardlopen wat zwaarder is dan fietsen. Nou, dan nog een stukje loop je op je voorvoet. Een kleine pas in een makkelijk ritme. Ja, dat gaat eigenlijk vanzelf. Op het moment dat je bergop gaat lopen, dan je raakt als eerste met je voorvoeten de grond. Want als je echt met je hak eerst de grond zou raken, dan komt het niet helemaal goed. Dus je loopt op je voorvoet, kleine pasjes en een makkelijk ritme naar boven. Nou, er zijn nog wat algemene dingetjes. Je ziet hier ook wat kinderen. Vaak lopen die kinderen ja, bijna fluitend naar boven. En dus dat is wel grappig om te zien. Die bewegen overdag heel veel. En vader en moeders die moeten vaak toch een stukje doorlopen om bij te blijven. Dus, nou, wanneer wil je arriveren in Frankrijk? Wanneer ja, kom je daar aan? Ja, de Alp ligt toch op hoogte? Want je begint ongeveer, ik dacht op 800 meter, 700 meter, 800 meter. En je gaat naar 1800 meter. Dus daar is iets minder zuurstof. En mocht je, ja, dat voel je toch, dat verschil. Dus daar ben je dan een week van tevoren in Frankrijk. Dan kan je liggen eraan wennen aan die hoogte. En loopt gewoon een stukje makkelijker. En ten tweede, het is de Alpe d'Huez. Is niet alleen die dag op woensdag voor de zus en op donderdag van de Alpe d'Huez, maar heel de week worden er van allerlei dingen georganiseerd. En is het hartstikke goed toeven op de Alp. Wil je boven of beneden verblijven, appartement of op camping? Dat is, ja, er zijn mensen die zeggen van, ik wil graag boven zitten. Want boven ja, is het centrum van Alpe d'Huez. Daar is de finish, Palais du Sport, alles gebeurt. Dus ja, ik wil graag boven bij de finish zitten. En andere mensen die zeggen van, ik blijf lekker beneden. Want beneden is het een stukje lager. En daar is het gewoon lekker weer. Er zijn jaren geweest dat we boven een hele week met de winterjassen aanliepen. En beneden lagen ze aan het zwembad. Dus daar zit wel wat verschil in. En dat is wel even iets om mee te nemen, zeg maar. Nou, dan komt er nog een stukje, hoe laat wil je starten? De eerste start op de donderdag is om 4:30 ochtends. Dat is vroeg de bed uit. En je moet zorgen dat je op tijd beneden bent. Want de berg die gaat daarna, wordt die afgesloten voor verkeer. Gewoon voor de veiligheid. Dus je moet zorgen dat je rond 4:30 toch wel beneden bent. Want dan kan die auto die jou naar beneden gebracht hebt, kan nog terug naar boven. Ja, mocht je later willen starten, dan kan je dus niet meer met de auto naar beneden. En dan zal je met de lift naar beneden moeten gaan. Maar die lift die gaat pas afgelopen jaar, dacht ik, om 6:30 of 7:00 begint die te draaien. Dus dan pas kan je naar beneden. Dan ben je nog een tijdje onderweg met de lift. En dan voor je dan kan starten is het een stukje later. Dus heb je al een heel mooi gedeelte van de dag gemist. Want het stukje starten in het donker is toch wel een belevenis met al die kaarsjes die overal branden. Dus dat, ja, het is aan te raden om toch om 4:30 gewoon te starten. Met de groep mee, hartstikke mooi en gezellig pleintje van tevoren.
de warming-up en de start. Nou, als je meerdere beklimmingen doet als loper, dan de fietsen zijn makkelijk. Die fietsen naar boven, die fietsen weer naar beneden en dan beginnen ze weer opnieuw. Als loper lopen we alleen naar boven. Dus we hoeven niet naar beneden te lopen. We mogen zelfs niet naar beneden lopen, omdat dat te gevaarlijk is met de fietsers die ook naar beneden gaan. En die komen elkaar allemaal tegen en dat is geen succes. Dus de belasting voor je knieën is een stuk hoger. Dus we doen alleen maar naar boven lopen. Dat wil zeggen, wil je meerdere beklimmingen doen, dan moet je met de skilift. Dan ga je eerst een stukje de berg op, je gaat weer de berg naar beneden. En dan kom je bij de bus uit en dan ga je met de bus weer terug naar Boer. Enige nadeel is dat je daar ongeveer 1,5 uur over kan doen. Afhankelijk of jij als eerste in de bus stapt of als laatste, dat de bus gelijk vertrekt. Maar ja, je kan er 1,5 uur mee kwijt zijn. We proberen wel vanaf de finish naar de lift daar een klein busje te regelen. Dat die daar op en neer pendelt. Dat je in ieder geval dat stuk al niet hoeft te lopen. Maar je bent er wel wat tijd mee kwijt. En wil je 2 beklimmingen doen, dan is dat goed te doen. Wil je 3 beklimmingen doen, dan is dat ook goed te doen. Want je kan in die tijd natuurlijk ook rusten. Je kan wat eten. Je kan een beetje bijkomen. Maar ja, het kost je wel tijd die van jouw klimtijd afgaat, zeg maar. Dus ja, en dan nog een stukje van voeding. Ja, wat ga je eten onderweg? De meeste hardlopers die half marathons lopen, die gebruiken misschien wel vaker gelletjes. Dus die kunnen voor energie onderweg kunnen ze een gelletje gebruiken. Maar ja, heb je dat nog nooit gedaan, nog nooit half marathon gelopen of nog nooit zo'n gelletje gebruikt? Ga dat dan een keer testen in jouw opbouw naar jouw training toe. Dan weet je hoe dat voelt, hoe het smaakt. Je kan het lekkerste smaakje voor je uitkiezen en dan kan je prima verder. Nou, dat geldt zelfs voor de wandelaars. Nou, doe een beetje eten wat je anders ook eet. Pak een broodje mee voor onderweg of wat drinken. Er zijn verschillende punten waar je je bidon bij kan vullen, waar kleine versnaperingen zijn. Dus je probeer gewoon uit wat je lekker vindt onderweg. Nou, dan krijgen we wel eens vragen van mensen die met de hond willen lopen. Nou, dat is altijd lastig. Er zijn heel veel fietsers zijn er op die berg. En dan als je met een hond gaat lopen, dan is dat niet altijd de goede combinatie, honden en fietsen. Dus wij vragen altijd dat toch even te melden bij ons. En dan gaan wij dat even met Team Veiligheid overleggen. Want het moet natuurlijk voor iedereen veilig blijven. En het is gewoon heel druk. Dus zorg dat je goed voorbereid bent en dat je dat gewoon veilig kan. Het kan heel koud zijn 's ochtends, het kan heel warm zijn. We hebben ook jaren gehad dat het 30 graden was. Dan is het voor die hond ook weer niet lekker om over dat zwarte asfalt te wandelen, zo'n stuk. Dus overleg in ieder geval met ons. En dan spelen wij het door aan Team Veiligheid. Dan heb ik eigenlijk nog een vraag. Ja, zijn er nog vragen? Dus je kan ze aan mij stellen of aan Geert. Of komen er later nog vragen in je op? Dan kan je dat sturen naar lopers@alpdu6.nl. Dat is natuurlijk voor de vragen, speciaal voor de lopers. En de algemene vragen die kan je stellen aan de deelnemers. Dus deelnemers@alpdu6.nl. Nou, die mooie foto's die je gezien hebt, die waren van de fotografen van het fototeam. Alpdu 6, die maken altijd mooie foto's. Zijn voor iedereen te downloaden. En dat was eigenlijk de presentatie. Ik ga even uit de presentatie. Dan kan ik zien of er nog vragen zijn. En ik wens jullie in ieder geval alvast heel veel succes met trainen. Op de pagina van de Alpdu 6 pagina. Opgeversgeenoptie.nl. Daar kan je onder het kopje van hoe bereid ik me voor. Komt ook een iets met trainingen en dan kan je trainingsschema's vinden voor wandelen of voor hardlopen. En dan kan je in ieder geval een beeld van hoe je ongeveer kan gaan trainen als je 2 keer in de week wil gaan trainen. Heb je daar in ieder geval een nieuw idee bij. Nou, dit was een beetje de presentatie. Ik weet niet of er vragen zijn van de mensen. Zijn er al vragen?
Ja, Jean-Jacques. Er zijn wel vragen. Ik kreeg de vraag of het zakelijk is om bepaalde kleding en schoenen te hebben. Dus loopwandelschoenen, maar ook bijvoorbeeld loopkleding, makkelijk zittende kleding. Ja, bij je inschrijving kan je aangeven of je een wandel- of een lopershirt wil. Of een singlet. Dus die kleding is net iets anders dan van de fietsers. De kleurstelling is wel hetzelfde, maar de pasvorm is een beetje anders. Dus is natuurlijk heel erg afhankelijk van het weer. Want zoals gezegd, 's ochtends kan het gewoon nog heel koud zijn. En dan zal je wel een jekje aan hebben of verschillende laagjes. Dat je onderweg eventueel een laagje uit kan doen. Datzelfde geldt ook voor je benen. Nou, sommige mensen, die, zeker de hardlopers, die vinden vaak een strakke een tight wel lekker. Zowel lang of kort. Voor de wandelaars, als je lekker loopt in zo'n strakke tight, dan doe je die aan. Die krijg je ook die kan je in ieder geval bestellen als kleding voor jouw beklimming. Bij je inschrijving. En anders doe je gewoon een lekkere wandelbroek aan. Loop je daar lekker erin. En we hopen natuurlijk op goed weer. We hopen überhaupt dat we naar Frankrijk kunnen. Maar we hopen zeker op goed weer. En dan kan je ook gewoon lekker in de broek lopen. En ze hebben natuurlijk ook voor de fietsers hebben ze van die extra mouwen, zeg maar. Die kan je gewoon omhoog doen. En wordt het dan warmer, dan schuif je die naar beneden. En die heb je ook als kniestukken. Dus dan wordt het warm, schuif je die naar beneden. En wordt het te koud, en doe je ze weer omhoog. De ervaring leert dat de laatste beklimming ook een stuk kouder is weer. Want dan gaat de zon achter de berg en dan wordt het weer een stukje kouder. Dus, Ik zie hier nog een vraag van, is het verstandig om alvast wat wandelingen te maken voor de grote dag? Op de Alp is het zeker verstandig als je die week van tevoren aanwezig bent. Om dan alvast boven vanuit het dorp. Daar lopen een paar hele mooie wandelingen richting de meertjes. En de mensen die er al vaker geweest zijn, die weten precies wat ik bedoel. En dat is echt schitterend om daar een stukje te wandelen. Ten eerste wen je dan nog meer aan de hoogte, want je zit wat hoger. En van de omgeving. Dus je hebt van bovenaf een mooi beeld op de Alp en op het dorp. Dus dat is zeker aan te raden. En Jean-Jacques, ik had nog een vraag meer gekregen. Zijn er in Nederland plekken waar ik kan trainen om een beetje het gevoel te krijgen van de Alpe d'Huez? Ja, er zijn plekken die in ieder geval dezelfde helling geven. Alleen, die zijn vaak maar heel kort. En met de hardlopers zijn we wel eens naar de Oude Holleweg geweest in Bergendal. Beek Upbergen, daar zitten een paar stukjes. Alleen, die is dus maar heel kort. En ik heb me laten vertellen voor de fietsers dat de Kamerich in Zuid-Limburg, dat die qua helling ook een beetje erop lijkt. Volgens mij is de Kouberg ook redelijk vergelijkbaar qua steilte. Dus dat zijn wel wat bergjes om eventueel te trainen. En, kijk, het blijft natuurlijk lastig, want die... Kijk, als we zo'n mooie Alp in Nederland zouden hebben, dan hoefden we niet helemaal naar Frankrijk. Dus dan was het heel makkelijk. Ik pak hier zelf de viaducten en de brug, want bij ons zijn ook niet zoveel bergjes. Wel, zeker voor de hardlopers en om de wandelaars, om nog wat heuveltjes te trainen. Kan ook in het losse zand of op een mountainbike route. Alleen niet op zondagochtend, niet op zaterdagochtend. Want dan is dat voor de fietsers. Maar die andere dagen kan je gerust een keer een mountainbike route pakken. Toch voor om wat extra krachttraining te doen. En kleine steile heuveltjes. Dus in ieder geval, ik zou het meepakken in de training. En natuurlijk op de loopband. Ja, de eindeloze berg op de loopband is een beetje geestdodend soms. Maar tegenwoordig pak je gewoon een iPadje erbij. En je kan zelfs een beeldje van de beklimming van de Alp. Zet je op en je loopt gewoon fluitend naar boven. Dus. Mochten er nog meer vragen zijn, die komen bij ons binnen. Dus die kunnen we later ook nog beantwoorden. Mocht je geen antwoord krijgen, stuur nog even een mailtje naar lopers@alpduzes.nl. En dan
Wou ik nog even afsluiten met over 2 weken is het natuurlijk oudjaar. Dus dan zijn er geen ALP-tolks. Dus de volgende ALP-tolk die is op 14 januari, het nieuwe jaar. Die gaat over voeding. En dus wat kan je eten, wat is goed in de voorbereiding en tijdens je beklimming. En je krijgt wat informatie van de deelnemerscoördinatie. Die kunnen je algemene informatie over de inschrijving, over de kleding. Allerlei dingen kunnen ze daar vertellen. Dat is de volgende ALP-tolks op 14 januari. Dus vergeet niet om je eigen in te schrijven. En natuurlijk wil ik jullie namens de totale ALP D6 organisatie hele fijne dagen toewensen. Toch mooie kerstdagen in een klein gezelschap. Een goede jaarwisseling en alle goeds voor 2021. En we zien jullie weer volgend jaar. Tot ziens.